Ja, die zijn natuurlijk gewend hebben om dit altijd zelf te doen. Ja, dat is wel een tijd geleden dat ze echt interviews hebben. Ja? Dus we laten het. Dat is jullie niet vreemd. Nee. Nee, maar wel een beetje spannend. Spannend. Ja? Ja. Mm-hmm. Wat vind je er spannend van? Nou, ik weet niet welke vraag je gaat stellen. Dus de onvoorspelbaarheid ervan. Ja. Zou je liever de vragen van tevoren willen weten? Nee. 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 We laten ons wel gewoon verrassen. Ja. Ja. Maar het is wel een beetje spannend. Ja. Ja. Ik vind het ook spannend. Ja? Is het niet erg dat ik... Weet je waarom? Omdat ik ook niet de vragen weet. Oh, echt? Oh, ja. Love it. Oh, zie je nou, ik heb... Ja, ik heb niks. Ja. Nee, ik reik naar binnen in mijn hart. En dat komt dan weer naar buiten. En dat maakt weer contact met harten van mensen tegenover mij. En eigenlijk daar komt het gesprek vanuit. Dat is het interview. Het is een hartgesprek. Mm-hmm. Het is een zielgesprek. Het is gewoon echt contact maken met jouw innerwezen. En dat doe ik alleen maar door gewoon met mezelf heel erg in contact te zijn. En dan komt er gewoon iets uit. Yeah. En meestal na een uur, dan, net als zo'n massage, dan denk je, oh, oké. Okay. Oh. Weet je? Dus ik weet het ook niet, ik vind het ook spannend. Mm-hmm. Nee. Laten we ons verrassen. Toch? We hebben ook avontuur gaan samen. Ja. Mm-hmm. Avontuur. Ja, dit is op samen op avontuur gaan. Ja, leuk. Ik hoorde, alles wat al, hè? Ja. Ik hoorde Rajiv net zeggen dat tijdens het masseren, en Melanie bevestigde dat, maar tijdens het masseren, dat ze ontdekte dat jullie allebei, want ik vraag het altijd voordat we het gesprek aan gaan, hoe voelden ze nou en hoe voelde jij ook als masseur om dat te ervaren met het gemasseerde? En zij gaven beide aan dat ze bij jullie wel heel veel spanning voelden op het lijf. Ja. Was dat ook jullie ervaring? Nou ja, of natuurlijk voelde ik de spanning, absoluut. En het was meer een bevestiging, sorry, ik ben nog aan het eten. Maar ja. Het was meer een bevestiging van wat wij al weten. En dat is dat we te weinig rust nemen. Dus de spanning, die uitzicht dan in het lijf, in ons lijf. Ja. Ja. Dus ja, in die zin is het wel een bevestiging geweest. Mm. Ja. Gewoon een wake-up call. Voor jou ook, Shanti? Ja, het is natuurlijk gewoon confronterend, toch? Tenminste, zo is het, want je wordt door een ander eigenlijk, doordat die bezig is met jouw lichaam, word jij ermee geconfronteerd waar jij jezelf eigenlijk net even een beetje verwaarloosd hebt. En daar word je mee geconfronteerd. Maar dat is goed, ik gaf me over aan Melanie, de echte angel. Legt het in haar handen neer, met het volste vertrouwen dat ze iets gaat openen. En dat is meer tijd en aandacht aan mezelf besteden. En in die fase zitten we ook. Ja. Beide. Ja, absoluut. Om weer echt terug te gaan naar onze eigen krachten. Ja. En niet dat we daar per se echt uit zijn uitgeweest, maar het gaat meer om de balans daarin. En het is tijd om terug in balans te komen. Ja. Wauw. Ja. 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 Heel mooi. Dat zeiden we ook tijdens het interview. Of interview, sorry. Tijdens de massage. Inderdaad. We zijn ook Kies en ik, we zijn nu aan het uitbalanceren. Mm-hmm. Hier. Dat voelen we gewoon. Hier krijgen we informatie. Ja. En straks als we de deur uitlopen, dan weten we gewoon, ja, dit is wat we nu gaan doen. Misschien, Shanti, vertel jij als eerst. Wie ben jij en hoe maak jij de wereld een stukje mooier? Wie ben ik? In mijn essentie ben ik iemand die graag werkt met mensen aan de schaduwzijde. Met mensen hun angsten, onzekerheden, schaamtes, ego's. Waar ik zelf ook mijn eigen lessen van heb gekregen en zal blijven krijgen. Hoop ik ook. En vanuit die kant help ik graag andere mensen om hun dromen te realiseren. Om hun passie te leven en vooral ook te weten hoe zij daar ook van kunnen leven. Zodat ze gewoon lekker vrij zijn. En dat is mijn wens en... Ja, ik sta echt voor balans, gelijkwaardigheid, balans tussen het vrouwelijke en het mannelijke in ons, maar ook daarbuiten, vervolgens. Door wel eerst te focussen op jezelf, dus dat heb ik zelf ook moeten leren. En daar word ik vrolijk van, daar krijg ik kracht, energie, het is zo dankbaar werk, zwaar werk ook wel, om met dat soort onderwerpen, met mensen te werken. Ja, zeker de schaduwkant. Absoluut.
maar mooi en dankbaar werk, want die energie die daarvan afkomt, ik voel me gezegend. Ja, ja, dat ben ik. Ja. En jij, Kirti, wie ben jij? Het is wel mooi hoor, want in onze antwoorden ga je gelijk de verschillen ook zien. Je stelde de vraag, wie ben jij? En ik ben nog zoekende naar wie ik ben. We zijn net 31 geworden, 2 dagen geleden. Ja, nog gefeliciteerd. Dank je. Ja, dank je. En de reis die ik aan het maken ben, die is mooi. Het voelt heel authentiek dat het echt bij mij wordt, de reis. En daarom zeg ik dat ik nog niet helemaal antwoord kan geven op de vraag van wie ben ik. Want ik ben aan het ontdekken inderdaad. Wat ik wel weet van mezelf is dat ik licht draag en energie draag. En dat ik kan inspireren door te zijn wie ik ben. Want ik heb mijn positieve kant, ik heb mijn negatieve kanten, zeg maar. Maar dat alles maakt Kirti. En ik ben. Ja. Dat is. Ja, ja, mooi. Ja. En samen zijn jullie, als we toch even helemaal teruggaan naar de basis, naar de kern. Samen zijn jullie ook nog eens samen geboren. Dus jullie zijn ook nog eens tweeling. Ja. Je bent individuen, maar je wordt als tweeling geboren. Ja. Hoe verhoudt zich dat als jullie nu 31 jaar lang samen op deze planeet rondlopen, met z'n tweeën, heel veel samen doen? Ja. Maar hoe verhoudt zich dat? Ik ben onwijs nieuwsgierig naar hoe een één-eigen tweeling, want je zei één-eigen. Nee, we zijn twee eieren. Twee eieren. Ja, we zijn twee eieren. Ja, ik dacht nog, van zijn ze maar één of twee eieren? Ja, we zijn twee eieren. Zijn twee eieren. Hoe een twee-eigen tweeling op een gegeven moment identiteit vormt in 31 jaar samen optrekken. Ja. Hoe doe je dat? Dat is een mooie vraag hoor. Echt, echt een super vraag. Hoe wij identiteit aan het vormen zijn, dat is denk ik de formulering in dit moment. Ja. Kijk, wij zijn op onze 28ste zijn we samen Young Female Professionals zijn we begonnen. In eerste instantie is Shanti begonnen, daarna ben ik zelf aangehaakt. Tijdens de vorming van dat bedrijf kwamen wij erachter dat wij individuen zijn. Want wij hebben volgens de aanname geleefd, dus 28 jaar, dat we exact dezelfde mensen zijn. Ja. Met dezelfde gedraging, dezelfde patronen, dezelfde gedachten, de dingen die wij leuk vinden in het leven. Bijvoorbeeld allebei passie voor motoren en auto's. Dus dat was het allemaal hetzelfde. Zelfs onze cv's waren nagenoeg hetzelfde, alleen dan waren we vaak concurrenten van elkaar. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat die aanname, die was heel real, dat was de realiteit. En toen kwam YFP om de hoek kijken, het bedrijf. Ja. En bij de vorming van dat bedrijf bleek dat ze hele andere krachten hebben. Hele andere eigenschappen. En dat heeft ontzettend geclashed in het begin. Ja, omdat we het nog niet herkenden als zijnde individuele krachten. Individuele krachten. Maar waarom dus lijken we elkaar nou niet? Ja, ja, precies. Dus het verscheen meer als de verschillen. En waarom zijn we dan zo verschillend? Ja, waarom zijn we dan zo? Dus het was behoorlijk confronterend. Heel confronterend. Maar om er wel een positieve draai aan te geven, wat het ons heeft gebracht, is dat we het pad gaan zijn bewandelen van het zijn van een individu. Ja. En daar zijn we nu dus wel een paar jaar mee bezig. Jeetje, ik kan me dat dan goed voorstellen dat je daar dan even mee bezig bent. Want het is wel 28 jaar jezelf ervan overtuigd hebben. Ja. En wellicht, want dat hoor ik ook een beetje uit wat jullie zeggen, ook de omgeving hielp daar een beetje aan mee. Ja. Dat je eigenlijk geen individu bent. Ja, dat weet ik. Ja. Het mooie ervan is dat op een gegeven moment wij begonnen in te zien dat onze kracht in die verschillen zitten. Ja. En dat wij dus complementair zijn aan elkaar. Complementeren. Ja. Vanuit de verschillen. Ja. Dus, jeetje, om dat dan zo te ontdekken. Ja. Waardevol. Ja. Zeer mooi. En dan kan ik me voorstellen dat er dan in jullie minds set, dus in jullie state of mind verandert er wat. De harten gaan meer open, want het individueel karakter wordt erkend. Ja. Dus die gaat bloeien. En dat ziet dan ook je omgeving die al die tijd naar jullie gekeken hebben als
Nee, het collectief, de collectieve eenheid. Ja. Hoe ging dus jouw omgeving om met die veranderingen? Ja, zij zagen dat wel, de omgeving. Dat Kitty en ik net meer bezig waren met individueel exploreren, om het maar even zo te zeggen. En de omgeving had er eigenlijk weinig over te zeggen. Hmm. Maar dat zijn wens voor jullie? Ik denk dat het punt is dat wij onszelf niet echt laten aansturen. Ja. Want als we heel zelf. Ja, als we heel even het zakelijke dan loslaten en kijken naar privé. Nou, privé laten we onszelf echt niet aansturen. Terwijl wij wel een opvoeding hebben gehad, waarbij de Hindoestaanse Surinaamse opvoeding hebben wij gehad, waarbij er wel absoluut verwachtingen waren. En wensen vanuit de oudere generaties dat we in het stramien zouden lopen zoals dat is bepaald ooit. Ja, ja, ja. En wat is dat stramien? Nou ja, jong trouwen, kinderen krijgen, in de eigen gemeenschappen blijven. Ja. Ondernemen wordt ook niet echt gestimuleerd in Hindoestaanse kringen. Maar wij wisten al, en ik kan er nog zoveel over nadenken, van wat is nou de reden geweest dat ik altijd me daar vanaf heb gezet. Maar ik kan er niet per se een antwoord op geven en ik leg me er nu bij neer van, nou ja, het is bij mijn pad geweest, van het afzetten tegen dat wat wordt opgelegd. Ja. Dus, en waar ging ik naartoe? Ja, dus inderdaad, afzetten van en niet laten sturen en vooral doen wat wij zelf, ikzelf prettig vinden. Wat niet zonder slag of stoot gaat, natuurlijk. Nee. Absoluut niet. Want je kan je ervan distancieren, maar je kan er niet volledig van afsluiten, want het blijft heel dichtbij. Het kunnen ouders zijn, familieleden, heel mensen heel dichtbij. Ja, absoluut. Ja. Ja, je hoort wat je nog wel eens hoort in zeg maar de Hindoestaanse Surinaamse culturen, en ik weet zeker dat het ook in meerdere exotische culturen voorkomt, is dat omdat wij hier in Nederland nu zijn, hè, dus in de westerse maatschappij, dan wordt er heel vaak vanuit de generatie daarboven gedacht, nou, jullie hebben het wel makkelijk hier. Wij hadden het daar moeilijk in Suriname. Yeah. Weet je wel? Jullie hebben het makkelijk hier. Die krijg je. Standaard. Ja. Maar, wij komen vanuit, inderdaad, een andere omgeving in een westerse cultuur. Dat betekent dat we dus ook met beide te maken hebben. Mm-hmm. Absoluut. En om dus de oude visie en de overtuigingen van dus die oude generatie daar, dat te doorbreken. En te leren dus hoe je in die westerse maatschappij dus dient te begeven, is een best pittige strijd. En of dat nou Hindoestanen, Surinamers, Marokkanen, Turken, Kaverianen zijn of wat dan ook. Die firstborn generation hier, die heeft wel degelijk te maken met die verwachtingen en alles van daarboven. En het doorbreken ervan en standaarden hier neerleggen voor de kinderen van morgen. Dus het is pittig om voor die vrijheid te gaan, maar we doen het wel. Kirti, wie heeft tijdens jouw opvoeding de meeste en grootste impact, maar misschien ook invloed op jou gehad? Ja, het klinkt heel cliché, maar het is toch natuurlijk, het is wel mijn moeder geweest. Omdat zij heeft ons een heel belangrijk, ze heeft mij een belangrijke boodschap meegegeven. Wij zijn uit een situatie gekomen waarbij huiselijk geweld een rol speelde. En mijn moeder heeft dat doorbroken door weg te gaan. Dus dat is dat is les 1. Het tweede wat ze me heeft meegegeven is doorzettingsvermogen. Want ze had 3 kleine kinderen. Jullie hebben ook nog een oudere zus. Een oudere zus, ja, inderdaad. Die is 1,5 jaar ouder. Aartie heet zij. Ja. Doorzettingsvermogen, wat ik zei, want zij heeft altijd doorgezet, altijd op de eigen benen gestaan, ervoor gezorgd dat wij een dak boven ons hoofd hadden, eten, drinken, onderwijs, daar is ze altijd voor gegaan. Ja. En een derde belangrijk iets wat ik wel wil benoemen is liefde. Want liefde is iets wat, omdat zij vroeger in een survival modus zat, ze werd mishandeld en ze had 3 kleine kinderen.
schoot dat er toch wel is tussendoor, zeg maar. Hoe noem je dat zo? Erin, schoot dat erin. Ja, schoot dat erin. Echt het tonen van affectie en liefde. Tonen dan, hè? Vooral het tonen. Ja, het tonen. Kijk, het voelen, dat was er sowieso. Ja. Ja. Maar het tonen, dat schoot er nog wel eens in. Ja. Later, toen, naarmate we ouder werden, toen zag ik de liefde in de kleine handelingen die zij... Toen kon ik het ook beter graspen, zeg maar. Ja, dat is een voorbeeld. Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Een mooi voorbeeld ervan. Van die kleine handelingen. Van die kleine handelingen. Kleine grootse handelingen. Kleine grootse handelingen. Kleine liefdevolle handelingen. Dat als zij... Mijn moeder had twee jobs. Dus dan was ze overdag... gaf ze les op een basisschool. En s'avonds dan kwam ze thuis. En dan ging ze snel koken. Zodat wij wat te eten hebben. Ja. En vervolgens ging ze door naar haar tweede werk en dan ging ze schoonmaken. En dan at ze zelf nog niet. En dan at ze zelf gewoon nog niet. Ja. Dat al, alleen die verplichting, dat al. Ja. Ik ga, en daar zit liefde in, want haar visie was gericht, haar blik was gericht op de toekomst van haar kinderen. Ja. Dat ze het goed hebben. Dat is echt een investering. Ja. En ik zei inderdaad net een klein voorbeeld, maar het is een groot voorbeeld. Het is het grootste, ja. Ja. Toen wij gevlucht waren op een gegeven moment, als zesjarige, en onze zus was dan 7 jaar, samen met mijn moeder. Toen had ze 1 tas met kleren en ze had 1 boek had ze ingepakt. En dat boek heet Toen er nog bisons waren. Het waren oude Indianenverhalen. Indianen. En in de tijd dat wij... Nou ja, van huis tot huis gingen, zeg maar. Dus we moesten vluchten. Wat zij deed is in ieder geval elke avond voorlezen uit het boek. Elke avond. En dat was geweldig. Geweldig. Ja. Vertel wat meer over dat moment. 28 jaar zijn jullie beiden. Mm-hmm. En dan komt de ontdekking. Er staat jullie iets te doen wat groter is dan alles wat jullie tot aan dat moment hebben ontdekt. Jullie individualiteit toont zich, maar ook jullie ondernemersdrift en geest. En dat jullie een missie hebben. Ja. Hoe uitte zich dat? Je hebt een droomvanger. Kwam dat in de vorm van een droom? Kwam dat in de vorm van een visioen, een ingeving? Was het intuïtie die opspeelde of een omstandigheid, een ervaring? Ja, ik denk dat die vraag is... Young female professionals, hoe is dat ontstaan? Ja, nou wil ik er even bij zeggen dat als we het hebben over Young Female Professionals, zij is niks zonder Kirti of een Shanti of niemand is belangrijker of hoe of wat. Beide zijn essentieel in het vormen van deze missie eigenlijk. Beide hebben wij een aantal rollen in ons zitten en dat is die van de creator, van de caretaker en die van de vernietiger ook. En voor een missie, dus om te stromen, is alles nodig. Vanuit Young Female Professionals zou je kunnen stellen dat ik de creator ben. De vision, de achter, de missie en alles zoals ik dat voor me zie. Ja. De schepper ook. De schepper dus van Young Female Professionals. En Kirti is... Wat overblijft? Ja, ook zeer zeker, maar haar belangrijkste taak is de beschermer van deze visie en missie. Nee. Zij is de beschermer. En deze missie is niet van ons. Daar draait het helemaal niet om. De missie is voor balans naar buiten, voor de wereld. En allicht begint die als eerst in jezelf, exact. Die wereld... Maar de missie is, zoals je al zei, veel groter dan dat Kitty en ik zijn. Het draait daar niet om. Dus ook het leren in ondernemerschap, dus door alles heen gaan, door die struggles die we ook ervaren, we hadden wel altijd in ons achterhoofd van, maar wij doen dit wel omdat we nog iets veel belangrijkers te doen hebben. En wij leren in de tussentijd hoe we met elkaar samen in onze kracht kunnen gaan staan, zodat wij dat grotere straks samen kunnen dragen. En ik ben nog steeds benieuwd naar waar dat moment was. Waar zat die doorbraak, die openbaring, dat dit is wat we moeten gaan doen? Hoe openbaarde zich dat aan jullie? Nou, ik denk dat... kijk, YFP heeft zich ook ontwikkeld. Ja. In eerste instantie toen Shanti aan het brainstormen was over
YFP. Samen met mij. Toen ontstond er een bedrijfsconcept waarbij wel een stuk training en coaching naar voren kwam. Maar het was meer gebaseerd op gender equality. Yeah. Dus, dus workshops schrijven om te kunnen onderhandelen als een baas. Want in Nederland, hè, en wereldwijd is dat een probleem trouwens, die worden minder betaald door het feit dat ze een vrouw zijn. In ieder geval, ik kan daar heel veel over uitweiden, maar in ieder geval, er is ooit een bedrijfsconcept is ontstaan. Ja. En gaandeweg is dat enigszins veranderd. Dus in plaats van alleen gender equality, is het naar gelijkwaardigheid dus ook gegaan. Mm-hmm. Ja. En van gelijkwaardigheid is het naar balans toegegaan. En tuurlijk zijn dat punten die heel sterk verbonden zijn aan elkaar. Ja. Maar zo zie je maar weer. Een bedrijf ontwikkelt zichzelf ook. Ja. En we kunnen wel wat gelanceerd hebben. Alleen het is ook de vraag hoe de markt erop reageert. Ja. Welke natuurlijke doelgroep trekken we aan? En gaandeweg merkten wij ook dat ondernemers met name YFP wisten te vinden. Ja. Die hulp wilden helpen bij hun strategieën. Ja. Maar vooral ook personal coaching. Ja. Want daar begint het ook eigenlijk mee. Hè? Het persoonlijke en daarna het zakelijke. Ja. Wat is de grootste vraag die jullie krijgen? Waar ligt de grootste behoefte? De grootste behoefte? Bijvoorbeeld van ondernemers die aan de slag willen met zelfexploratie. Balans tussen passie en rust. Want die ondernemerschap, dat wat zij voelen, hun passie, hun dromen, daar willen ze allemaal heel erg voor gaan. Dat willen ze wel, dat voelen ze. Echter, leren daar een balans in te brengen met rust ook. Want anders kan je gaan en je gaat gelijk gewoon een open kaart spelen. Kitty, als de beschermer van YFP, heeft mij recent nog teruggefloten. Van Shanti, jij bent uit balans. Je zit te veel in die passie. Pas op dat je niet de destroyer wordt. Pas op, ja, heel goed. En dan met name de destroyer van haarzelf. En mijzelf. En daarmee ook YFP. En daarmee dus ook de missie. En kijk, daar, ik wil niet egoïstisch zijn. En soms is egoïsme de eerste stap naar eigenwaarde hoor. En zelfliefde. Alleen, ik ga niet mijzelf in de weg staan, omdat ik vanuit mijn enthousiasme mijn passie wil geven, terwijl stilte, every line is needs a rest. Dus die vraag, die krijgen we toch nog wel. Hoe zorg je voor balans? Ja, ik ben super nieuwsgierig naar deze situatie. Zou je daar het voorbeeld kunnen delen met ons? Ja, ik wil dat wel. Ja. Kijk, want real talk gewoon. Ja. Real talk. Ja. 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 Wij zijn mensen, we hebben onze flaws. Ja. Shanti kan zo gepassioneerd zijn, werken aan YFP, dat ze zichzelf, excuse me, volledig wegcijfert. Volledig. Dus alles staat in het teken van een deadline. Van de coaching van een ander. Van niet haar rust nemen. Alles staat dus in het belang van YFP. En van anderen. Dus het is heel extern gericht. Heel extern gericht. De balans tussen ons zit erin dat ik intern ben gericht. Ja. Maar even terug naar Shanti. Waarom ik haar teruggefloten, zo'n zwaar woord, maar ik moest echt mijn zielenzorg uiten naar haar toe, is omdat 8 kilo eraf, de huid helemaal naar de Filistijnen, haar viel uit. Ja. Kon niet meer eten. Kon niet slapen, of had ik dat al gezegd. Dit zijn dingen die essentieel zijn voor mensen. Dus wel slapen, wel eten, wel rust nemen, inward gaan. Dus de rust en de passie ook voor jezelf en de liefde voor jezelf. Dat stond gewoon, als je zo'n schakelknop hebt, die stond gewoon op uit. Letterlijk op uit. Wat zag ik gebeuren? De destruction van Shanti. Mm-hmm. En ik weet, kijk, als zus, dus uit ik me zorgen, zal ik altijd ook blijven doen indien dat nodig is.
Maar ik weet ook dat het uit haarzelf moest komen. Ja, het moest uit haarzelf komen, maar ze had even een spiegel nodig. Ja. En ik heb het gezegd. Ik heb het meerdere malen gezegd. En toen zag je jezelf, waar je stond op dat moment in het hier en nu. Nou, en toen? Maar of zag je het nog niet? Nou, jij zegt, toen zag je jezelf. Ja. Ik ging juist heel bewust niet naar mezelf kijken. Ja. Ik ging niet naar mezelf kijken. Als coach en als trainer betreft ondernemerschap, was dat tegelijkertijd ook heel confronterend voor mezelf. Want ik tegelijkertijd train ik klanten en coaches. Moest wel balans. Ja. Moest wel balans dienen aan te brengen. Alleen, like Kitty said, wij zijn mensen. En ik zeg nog wel eens, altijd alles wat ik zelf train en coach, dien ik zelf eerst te leren en ervaren. En toe te passen. En toe te passen. Dan ga ik die mensen naar buiten. Nee, laat me met mezelf beginnen. Dan begrijp ik mijzelf nog meer. Kijk, mijn waarom ga ik zo ver? Ik heb zo'n wilskracht om mensen te helpen. Om balans aan te brengen. Terwijl mijn grootste leermoment was om eerst dat voor mezelf toe te passen. Want ik heb in mijn privésferen heb ik mezelf in teken gezet of in dienst gezet van een ander. En nooit van haarzelf. En nooit van mezelf. Soms krijg ik, onze zus, Aarti, die kwam nog mee eens. Ja, weet je nog zo, jij ging altijd werken en voor iedereen McDonald's kopen. Ik weet dat soort dingen niet. Dat is automatisme. Of er komen mensen naar me toe of zo. Die zeiden zo, weet je nog dat je dat en dat deed? Nee? Nee, dus dat zit heel erg in mijn natuur. Dus mijn les, dus die toen mede dankzij Kirti, is om daar zeker eerst naar mezelf toe te gaan. Even gewoon, ik zei al, egoïsme is de eerste stap naar eigenwaarde soms. En dat was het voor mij. Maar ik ben ook dankbaar voor de lessen die ik krijg. Zo ook deze. Mm-hmm. Zo ook deze. Ja. Ik neem het met beide handen, dankjewel. Doesn't kill me, makes me stronger. En dat is een gegeven. Waardevolle levensles. Ja. En dat je elkaar dat mag gunnen. Mm. En dat je het mag aannemen van elkaar. Ja. Gunnen zeg je, of course, weet je, ik gun Shanti haar levenslessen. Nee, soms is het gewoon zwaar als zus om dat ook gewoon aan te zien. Ja. Hoe was het voor jou inderdaad? Nou ja, ik zeg het, ik spreek daar nooit over hoe het voor mij is. Eigenlijk niet, maar ik wil er best wel iets over zeggen op dit moment. Het is echt pijnlijk om te zien hoe je zusje een stokje wordt. En dat de spark weggaat en dat ze niet meer kan eten. Dat is heel pijnlijk. En je kunt duizend keer wat zeggen tegen iemand. En er wordt niet naar geluisterd. En daardoor voel ik me ook soms hulpeloos. Heb ik me hulpeloos gevoeld en machteloos. Maar het is voorbij. Het is voorbij. En ze is weer aan het eten. En ze is weer aan het slapen ook wel. Oh. Ja. En ik doe veel leuke dingen. Het is ook veel leuke dingen. Balans. Ja. Dus Wat was het waardoor je besloot? Nu gaat het anders worden. Omdat ik niet meer kon eten. En ik heb het één keer eerder meegemaakt in mijn leven dat ik niet meer kon eten. En toen lag ik op de spoedeisende hulp. En het was echt bijna het lampje uit. En dit ging dus, dat begon ik dus te voelen. En wetende dat ik dat al een keer eerder heb meegemaakt, maar dat had dan niks met zaken te maken. Dat zat toen echt in de privésfeer waardoor ik toen niet meer kon eten. En nu, ik signaleerde dat. En ik wist van, iets van mijn kitty ook, van kitty gaat te ver. Ik kan niet eten en ik geef mezelf over. En het voelde bijna als een rebirth. En nogmaals, ik ben er dankbaar om. Dus je zit hier herboren? Ja. Wow. We kunnen daar heel lang over uitweiden, maar... In essentie ben je herboren. Ik zeg, oh ja, mensen zijn zoveel bezig met die rebirth, dus na de dood. Terwijl die rebirth hier in mensen hun leven plaatsvinden. Meerdere malen. Hoe vaak gaan mensen niet door moeilijke tijden? Ze voelen alsof ze doodgaan van binnen. En een sterke uitkomen. That's rebirth hier op aarde. In full consciousness. And for that I'm grateful. Binnen YFP heeft zich ook een verandering voorgedaan.
En dat is dat, laten we zeggen, 90% van mijn FP-zaken voor rekening van Shanti is en 10% voor mij. In de uitvoerende werk, in het uitvoerende werk is het met name op de schouders van Shanti komen te vallen, rusten. Ja, te rusten, zeg maar. Daar is bewust voor. Dat is echt maar zitten van dit is wat we gaan doen. En dat heeft te maken met het pad van het ontwikkelen van een individu, heeft dat te maken. De eigen individu. Ja. Maar ook van YFP. Maar ook van YFP, inderdaad. Dus voorheen waren we heel veel met z'n tweeën out there. En gingen we die verbinding aan met mensen. Deden we alle coachingstrajecten, deden we ook gewoon samen. Nu hebben we bijvoorbeeld één coachie. Nou, Shanti heeft er zoveel. Dus het is mooi om te zien wat voor invloed wij kunnen uitoefenen. Positieve invloed kunnen uitoefenen bij de mensen die wij coachen. Ik bedoel, laatst waren we bij Helly en Marciano. Helly en Marciano, dat zijn twee van onze coachies. Zeg maar, zo'n echt een echtpaar. Ja, ook een stelletje. Ja. En Marciano die zegt tegen mij... ik voel me weer zelfverzekerd en ik heb energie. Ja. En het woordje energie. Ja. Het woordje energie. Als een coachie tegen mij zegt, ik krijg energie weer. Ja. Ja, dat is gewoon... opladen. Want energie zorgt ervoor dat mensen vooruit lopen. Dat is energie. Juist. En ze gaan weer, ze zien het licht weer en ze gaan weer verder. En dat, dus dat is het grootste compliment wat ik kan hebben. Ja. Kan krijgen. Van iemand die ik begeleid. En zo heb ik in de tijd dat ik samen met Shanti veel coachte, vaker dat soort complimenten ook gehad. En zien waar die mensen komen met hun leven en met hun dromen en met hun passies. Ja, geweldig. Ja, ik ben nu ook geïnteresseerd wat meer in, omdat jij 10% van YMP op jou neemt. Mm-hmm. Dat betekent dat er heel veel meer ruimte en tijd overblijft voor andere dingen. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Ja. En omdat je ook aangaf toen ik je de vraag stelde, wie ben jij? Toen vertelde je, in het licht staan is wel iets wat echt... Dus hoe sta jij nu in het licht met al het andere wat jij doet naast Naast YFP? Ja. Om te beginnen bij YFP overigens. Ik sta in het licht bij YFP door een sparringspartner te zijn voor Shanti. Door het te beschermen, dat is mijn rol daar. Daarnaast werk ik ook nog fulltime. Ik zit in de IT, in de softwarewereld. Hartstikke leuk. Ik reis heel Nederland door om authentieke gesprekken te mogen voeren met bedrijven en hun oplossingen aan te bieden. Heel leuk. Daarnaast net mijn opleiding afgerond. Neurolinguistisch programmeren, de practitioner. In september begint de master practitioner, dus daar ga ik ook mee aan de slag. Ik doe kizomba dansen, doe ik ook nog eens een keer. Motorrijden. Ja, ik heb afgelopen vrijdag een testrit gehad voor een nieuwe motor die ik wil kopen. Dus, welke? Het is een Honda CBR 600 RR en dat is een supersportmotor. Wow. Dus die heb ik gereden en ik voelde me zo heerlijk. Zo heerlijk, gewoon zo. Oh my god. Ik voelde me zo heerlijk op de motor. Gewoon zoveel power, zoveel vermogen. Ik ging overal pop tussendoor. En je zit hoog op een motor, dus je hebt ook gelijk overzicht. Maar dat past dan ook wel bij jouw energie. Ja. Maar het allerbelangrijkste wat ik wil aangeven is alle tijd die ik in mezelf stop. Ja. Ik kan gewoon rustig alleen op de bank zitten. Boekje erbij of gewoon hersenloos tv kijken. Dat kan ook wel gewoon. Verstand op nul en gewoon zijn. Gewoon zijn. Ja. En dat voelen dat ik hier ben. Weet je, het leuke is, eigenlijk is YFP tot nu toe een klein beetje verwend geweest. En dat is dat wij 0,0 aan acquisitie hebben gedaan. Dus aan sales zelf. Terwijl dat wel onze eigen expertise is. Sales en ondernemerschap. Sales. Maar we hebben nog niet naar buiten echt hoeven treden wat dat betreft. Er komen voornamelijk mensen op ons af. Ja. Mond tot mond reclame waarschijnlijk. Ja, als ze horen. Maar vooral, we horen ook heel veel van, hey, jullie zijn toch die meiden van, oh, die Rotterdamse Business Twins. En ze zien het. Online zien ze het. Maar we blijven natuurlijk een beetje hangen met een hele tweeling. En dat is gewoon maar er komt van
alles en nog wat op me af, Erwin. Of het nou een 19-jarige singer-songwriter uit de UK is, die bezig is met artist development. Of dat nou een 40-50-jarige vrouw of man is, die altijd op een bepaalde manier geleefd heeft, maar nu uit die comfortzone wil breken om passie te leven. Het is zo divers. En alle kleuren passeren de revue. Ja, alle kleuren mensen. En dat is zo leuk, want in de essentie gaat het niet om de uiterlijke verschijning of hoe of wat. In de essentie, de universele waardes is dat men gewoon op zoek is ook naar balans. Wie wil niet balans? Jullie hebben beide heel mooi en duidelijk gesproken over de visie, de grote visie. En ook over persoonlijke doelen. Ik ben heel erg benieuwd, en ik denk dat het ook zeer inspirerend is als jullie dat meegeven. Wat nu nog het eerstvolgende persoonlijke doel, is het een visie, is het een droom, is het een missie, is voor de individu, dus voor elk een van jullie apart, waar jullie nu het hardst aan werken, het hardst aan werken. Wat is het voor jou? Nou, dat zit hem bijna in een semi-ijdele gedachte eigenlijk. Als ik heel eerlijk mag zijn, ja. Graag, heel eerlijk. Ja, want Piet zei al toch, van dik worden met een stokje, haren naar uitvallen en zo. Dus op een gegeven moment is Piet zo tot mij doorgedrongen, dat die gedachte bij mij ontstond van, hé, dus wacht even. Dus als ik dus al die energie van mij, die ik naar buiten aan het brengen ben, en andere mensen hun leven zou stoppen ben, als ik die naar binnen zou brengen, mijn god, wat gaat er met me gebeuren? Mijn god, ze klagen, ik heb een kleine bil, toch? Kijk, die heeft een billen. Wat zeg jij? Nee, ja, dat kan gewoon, dat is interviewer. Dus kijk, dus sommigen zeggen, jij hebt een kleine bil, toch? Ik zeg kleine bil, ik heb daar nooit probleem mee gehad, hoor. Oh, maar wat zou er gewoon, wat denk je dat er van mij als ik mijn assen krijg? Dan wordt het helemaal erg. Oh my god. Wat denk je dat er gebeurt? Ja, dus ja. Hallo. Maar nee, mijn huid, like I said, we zijn ook van het uiterlijke presentatie. En ik bedoel, dat is ook een big part of hoe je je ook van binnen voelt. Gaat om die alignment tussen binnen en buiten. Balans, wederom. Toch? En toen dacht ik, oh, die vond ik wel een goede gedachte. Van even chanteer hoor. Kijk. Ja. Ja. De grootste ontwikkeling nu. Ik heb het goed. Ik heb het echt goed. Ik zorg ervoor dat ik het goed heb. Inderdaad, daar stop ik mijn tijd en energie moeite in. Hier red ik me wel, in Nederland. Dus wat ga ik doen? Ik ga voor het eerst in mijn leven ga ik alleen op reis. Ja! Ik ga naar Cuba toe. Helemaal alleen. En de reden waarom ik dat ga doen is omdat, kijk, hier red ik me wel. Maar ik ben op zoek naar mijn plek in de wereld. Hoe is mijn plek? Hoe hou ik mezelf? Op het moment dat ik er 100% alleen voor kom te staan in een vreemd land wat ik niet ken. Dus dat is mijn volgende reis die ik ga maken. Ja. Wow. Nou, ik wens je een onwijs gave reis. Ja. Met vol ontdekkingen. Ja. En mag je de reis, hoe ver het ook naar buiten gaat, nog meer naar binnen gaan. Dat wens ik je toe. Daar is dat voor bedoeld. Ja, dankjewel. Ik wens jou precies hetzelfde, alleen dan zoals het voor jou moet en zoals het voor jou verschijnt. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor jullie bijdrage aan dit interview. Jij bedankt. Tot slot. Ja, ik ben dankbaar. Dankjewel, Erwin. Jullie ook bedankt. Ja. Ja. Nou, even knuffelen. Ja.